Het aanbod van e-bikes is enorm en ik heb door de jaren heen heel veel van die elektrische fietsen mogen testen. En in deze video ga ik aan jou een uitleg geven waar je op moet letten als je een elektrische fiets gaat aanschaffen. Niet alleen het aanbod van elektrische fietsen is enorm, maar er zijn ook grote verschillen tussen de fietsen. Zo heeft de een bijvoorbeeld een voorwielmotor, de ander weer een motor in het achterwiel. En dan zijn er nog de middenmotoren. Zo zijn er ook verschillende sensoren voor de trapondersteuning. De een heeft een rotatiesensor en de andere die meet de kracht op de pedalen. En dan natuurlijk, heel belangrijk, de accu's. Waar moet je op letten? Hoe laad je ze op? En hoe lang blijven die goed? En tenslotte de prijs. Want de prijzen van elektrische fietsen loopt uiteen. Ze lopen van 1000 euro tot duizenden euro. En is er nou echt een verschil tussen zo'n goedkopere fiets en zo'n hele dure van 3000 euro? Even voor de duidelijkheid, ik ga het hebben over e-bikes met trapondersteuning tot 25 km per uur. Daar vallen ook bakfietsen onder en fatbikes met elektrische ondersteuning tot 25 km per uur. Maar niet de speed pedelec, want die mag maar liefst 45 km per uur en die valt onder de brommerwetgeving. Oftewel, je moet een helm op, je moet een kentekenplaatje hebben en je moet op de rijbaan tussen de auto's. Daar ga ik het niet over hebben. De basis van elke elektrische fiets is hetzelfde. Hij heeft natuurlijk een elektrische motor om jou voor te stuwen. Dan is er de accu die motor van stroom moet voorzien. Er zijn enkele sensoren die moeten meten of jij daadwerkelijk trapt. Want als jij niet trapt, mag je van de wet ook niet elektrisch ondersteund worden. En dan is er een brein met elektronica en software die dat allemaal aan elkaar koppelt en die dat voor je regelt. En op sommige fietsen heb je ook nog een los display. Daar kan je op lezen in welke ondersteuningsstand die staat en hoeveel sap er nog in je accu zit. En in enkele gevallen, de wat luxere fietsen, die doen dat via een app op je smartphone. Elektrische fietsen zijn verkrijgbaar in 3 motorconfiguraties. Ik heb hier bijvoorbeeld een Vanmoof Electrified met een voorwielmotor, een Ampler Stout met een achterwielmotor en hier de Cannondale Canvas Neo met een middenmotor. En die type motoren, die hebben allemaal een voor- en een nadelen. En dat bepaalt ook mede het karakter van de elektrische fiets. Van de 3 verschillende motoren is wellicht de voorwielmotor het meest populair. Dat komt omdat hij simpel is, daardoor is hij ook goedkoop. Hij vergt bijna geen onderhoud en hij is ook nog stil. En omdat de voorwielmotor in het voorwiel zit, kan je voor elk soort aandrijving kiezen. Je kunt kiezen voor een ketting, een tandriem, je kunt kiezen voor naversnelling, derailleur. Het maakt niet uit. De voorwielmotor heeft ook nadelen. Je kunt er namelijk niet een motor in zetten met onbeperkte kracht. Wat gebeurt er dan als je namelijk wel onbeperkte kracht hierin zou zetten, of in ieder geval een krachtige motor? Dan wil die gaan slippen. En dat komt omdat de voorkant van een fiets altijd lichter is dan de achterkant. Je zit immers op dat zadel en al dat gewicht zit hier en niet op de voorkant. En het gevaar daarvan is gevaarlijke situaties. Je gaat door een bocht en die motor die is aan het trekken. En als het dan een gladde ondergrond is, dan zou dat wiel zomaar weg kunnen slippen. Een e-bike met een voorwielmotor is bij uitstek geschikt voor het stadsverkeer en het vlakke landschap zoals wij dat in Nederland kennen. En wat minder geschikt om in de bergen op vakantie te gaan met een hele riedel bagage voor en achter. E-bike met de middenmotor geeft wat mij betreft de meest natuurlijke fietsbeleving. Die middenmotor is met de trapas geïntegreerd. En die beleving is alsof je gewoon echt met beenkracht aan het fietsen bent, maar dat je wind mee hebt. Bij die andere motoren kan het zijn dat je echt het gevoel hebt van iets is mij aan het helpen, maar is niet helemaal natuurlijk. Ja, en dat heeft de middenmotor helemaal geen last van. En dat komt mede door de krachtsensor. En dat maakt een e-bike met een middenmotor bij uitstek geschikt voor heuvelachtige terreinen of om te reizen met bagage. Misschien is het je wel eens opgevallen, maar elektrische mountainbikes zijn bijna allemaal uitgerust met een middenmotor. Dat is natuurlijk mede doordat hij wat krachtiger is, maar ook omdat een middenmotor het optimale zwaartepunt voor een elektrische mountainbike creëert. Je bent dus lekker in balans met die motor. Met een middenmotor kan je ook heel makkelijk de voor- en de achterwielen eruit halen, want je hebt er geen motor in die wielen. En dat is fijn als je reparaties moet uitvoeren, banden moet plakken of je fiets met de auto wil vervoeren.
Maar het is niet alleen maar roze geur en maneschijn in middenmotorland. De middenmotor heeft ook nadelen. Hij is namelijk complexer. Er zit een overbrenging ingebouwd. Soms bestaat het uit een reeks tandwielen en andere onderdeeltjes of een riemaandrijving. Ja, en die complexiteit maakt hem onderhoudsgevoeliger. Gaat dus waarschijnlijk iets minder lang mee. En dat maakt hem ook duurder en wellicht het vervelendst. Hij maakt vaak ook wat meer lawaai. En dat is niet leuk als je bijvoorbeeld op de Veluwe in de stilte wil fietsen. In de stad maakt dat niet zoveel uit. Nou moet ik daar wel bij zeggen dat lawaai steeds minder wordt. Want de nieuwste generatie motoren die worden ook steeds stiller. De middenmotor is bovendien wat groter en wat lomper. En met name bij de wat oudere modellen met middenmotor ziet het er soms helemaal niet mooi uit. Dan moet ik wel zeggen dat de ontwerpers steeds beter worden om de middenmotor elegant in de frames te integreren, zoals bij deze Cannondale. De achterwielmotor is de stilste van alle drie de motoren. Dat komt mede omdat hij vaak direct drive is. Dan heeft hij geen overbrenging die lawaai maakt ingebouwd. Maar het komt natuurlijk ook omdat hij achter je zit. En als je aan het fietsen bent, dan waait de wind langs je oren. En al zou die wat lawaai maken, dan hoor je dat toch niet. De achterwielmotor leent zich ook bij uitstek om in heuvelachtig terrein, als je naar beneden rijdt, stroom op te wekken om je accu bij te laden. Hoe werkt dat nou? Op het moment dat je naar beneden gaat, zal de software van die motor een dynamo maken. Dat achterwiel blijft immers ronddraaien en dan wekt die stroom op. En net zoals bij de middenmotor is een achterwielmotor vaak met een krachtsensor uitgerust. En dat betekent dat de achterwielmotor ook dat natuurlijke fietsgevoel kan geven. Natuurlijk heeft de achterwielmotor ook nadelen. Je kunt bijvoorbeeld wel kiezen voor een derailleurversnelling, maar zoals bij die andere fietsen die we zagen, niet voor een naversnelling in het achterwiel. Omdat je een achterwielmotor hebt met aansluitingen voor de accu, et cetera, is het ook wat complexer om het achterwiel eruit te halen als je bijvoorbeeld een bandenreparatie moet doen of die fiets wil vervoeren. Hoewel achterwielmotoren ook heel krachtig kunnen zijn, zit die in het achterwiel, daardoor verplaatst het gewicht naar achteren en is hij dus veel minder geschikt als motor voor een elektrische mountainbike. Ik heb al een paar keer iets genoemd over de kracht van de motor en daar moeten we even naar kijken, want het is belangrijk als jij een fiets gaat kopen. Je hebt vermogen, maar al deze fietsen, maakt niet uit welke motor, zijn volgens de EU-wetgeving uitgerust met 250 watt motoren. Dat is het vermogen. Veel belangrijker om te weten is het koppel en dat wordt uitgedrukt in newtonmeters. En die geeft eigenlijk een indicatie welke kracht de motor kan leveren om bijvoorbeeld tegen een helling op te rijden. Of als jij windkracht 6 tegen hebt, of je jou daar doorheen kan duwen. Des te hoger dat getal, des te beter die fiets tegen de helling op kan of tegen de wind in kan buigen. Ik vertelde eerder over de natuurlijke fietsbeleving van de middenmotor van de Cannondale. En dat kwam mede door de krachtsensor. Dus we moeten het even hebben over twee verschillende sensoren. Deze Vermove bijvoorbeeld met zijn voorwielmotor, en dat is kenmerkend van de meeste fietsen met een voorwielmotor, die is uitgerust met een zogeheten rotatiesensor. Ik heb er hier eentje in mijn hand en die zit ergens rondom de trappas verwerkt. Die rotatiesensor die meet of jouw trappers roteren. Het moment dat de trappers roteren gaat er een seintje naar het elektronische brein van de elektrische fiets. En die zegt die trappers zijn nu aan het ronddraaien. Jij, de motor, moet nu trapondersteuning gaan leveren. En voilà, je krijgt een duwtje als het ware in de rug. En dat kan leiden als de software niet heel fijn is, dat je een aan- en uitgevoel krijgt bij die fiets. Je begint met trappen, gebeurt even niks en dan schiet hij vooruit. En bij de goedkopere e-bikes, en dat ligt waarschijnlijk aan de software, hebben ze de software zo geprogrammeerd dat hij zodra die rotatie merkt, gewoon vol gas die motor vooruit laat gaan. Ja, en dat is toch veel minder prettig gevoel dan bijvoorbeeld bij zo'n fiets als de Vermove, waar die software wat beter geregeld is. De middenmotor daarentegen die heeft een krachtsensor ingebouwd en dat geldt meestal ook voor de achterwielmotor. En een krachtsensor die meet de druk die jij met je voeten op de pedalen zet. Zet je weinig druk op die pedalen, weinig kracht, dan levert die motor ook veel minder kracht. Zet je je benen er vol op, dan gaat die ondersteuning ja, maximaal. Maar dat gecombineerd met software levert een heel natuurlijke fietsbeleving op. Als je een e-bike gaat aanschaffen, moet je ook even nadenken over het
type accu van de e-bike. En dan bedoel ik, wil ik een e-bike met een ingebouwde accu, zoals deze VanMoof en deze Ampler, of wil ik een e-bike met een uitneembare accu, zoals deze Cannondale. Deze twee fietsen met een ingebouwde accu's, ja, die kan je moeilijk mee naar Driehoog nemen als jij geen stopcontact in je keldertje hebt. Dan ben je toch wel een beetje aan jezelf verplicht om een fiets te nemen zoals deze Cannondale met die uitneembare accu. En deze fiets heeft ook nog iets bijzonders wat ik nog niet zo vaak heb gezien. Hij heeft namelijk hier een optie waarbij je nog een tweede accu kan monteren zodat je de actieradius kan verdubbelen. Dat is echt iets nieuws. Nou moet je je niet blind staren op actieradius, oftewel hoe ver kan ik komen voordat ik die accu weer moet opladen. Ik bedoel, als je gewoon 10 of 15 kilometer van thuis naar werk gaat en weer terug, nou, dan heb je 30 kilometer gefietst. Nou, zelfs de kleinste accu's halen dat. Ga je echter op vakantie met zo'n fiets de berg in, dan wordt het in één keer een heel ander verhaal. Want als je met zo'n fiets, met een hele zware accu, de hele tijd tegen zo'n helling oprijdt, dan haal je misschien de anderhalf uur zelfs niet. Maar hoe zit het met de levensduur van zo'n e-bike accu? Accu's zijn namelijk peperduur en die wil je zo lang mogelijk goed houden. Nou, de technologie van de e-bike accu die is nagenoeg gelijk aan de lithium-ion accu's in de smartphone. En van je smartphone weet je waarschijnlijk wel dat hij na anderhalf jaar, twee jaar, dan begint hij al af te takelen. En dat komt vaak omdat we hem continu aan het opladen zijn, want we halen het einde van de dag niet. En hoe vaak je hem oplaadt beïnvloedt de levensduur van de accu. Bij de e-bike accu kun je dus zelf ook een stap ondernemen om die aftakeling wat te vertragen. Als jij weet dat je nog 3 keer heen en weer kan naar je werk, ga hem dan niet elke dag opladen, want dan gaat de levensduur achteruit. En wil je het echt helemaal optimaal doen, bijvoorbeeld in de zomer gebruik je je e-bike helemaal niet, ga je op je gewone fiets, stal die fiets dan met een acculading ergens tussen de 20 en de 80%. Dan gaat de accu het langst mee en dan kun je bij een fiets die je niet elke dag oplaadt al vaak een jaar of 3, 4 met die accu doen. Overigens, als je accu na een paar jaar zijn capaciteit verliest, dan kan je ze soms laten reviseren. Dat wordt tegenwoordig wel wat moeilijker, want derde partijen die worden soms geblokkeerd door de accufabrikanten met een elektronisch slot. En dan moet jij toch een nieuwe accu gaan kopen. Maar wat is nou eigenlijk de beste fiets? Ja, daar is eigenlijk geen antwoord op te geven, want dat ligt aan jou. Je hebt gezien hoe complex het is. Die verschillende motoren met de verschillende elektronica, die leveren allemaal hun eigen beleving. Je moet je dus echt afvragen, is dit gewoon een fiets voor mijn woon-werkverkeer of ga ik er ook nog mee op vakantie? De beste tip die ik je kan geven is, ga gewapend met enige kennis naar die fietsenmaker. Vraag hem helemaal plat en vraag vooral, mag ik al deze fietsen even uitproberen? Want dan ga je echt een verschil voelen tussen al die soorten fietsen met een middenmotor, achterwielmotor. En dan merk je ook het verschil tussen een fiets van 1000 euro en van 3000 euro. Want dat verschil is er wel degelijk. Heb jij als e-biker nog een tip voor mij waar ik op moet letten als ik e-bikes test? Laat het me weten in de comments. Vond je dit een leuk filmpje? Geef ons dan een duimpje en vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal.